Dit zijn 100 kinderen! En dit is één kind. We spelen vandaag verstoppertje, maar het aantal zoekers wordt steeds hoger. Jesper zit ergens verstopt in de achtertuin en jij mag hem nu gaan zoeken. Oh, meteen de tempo zit erin. Besef dat dit nog maar één zoeker is. We gaan een verstoppertje doen tegen 5 zoekers, 10, 50 en eindigen zelfs met 100. Daan, wat is je tactiek? Ik had nog geen tactiek. Waar ga je heen dan? Kijk dat hij hier zit. Nee. De eerste 5 minuten zijn nu voorbij, dus ik moest een foto maken. Dit is de foto. Wat lijkt het op? Het is rond en... Ik ben benieuwd hoe lang dit gaat duren. Ja, ik kan niet weten. Goed zo! Dan is het nu tijd om voor stoppertje te gaan spelen met 5 kinderen. Oh, wacht, die tijd hebben jullie gehad. 1, 2, 3. Ondertussen de ommetjes aan het tellen waren, mocht ik me verstoppen in deze mega speeltuin. Ik deed mijn camouflagepak aan en ging liggen in de bosjes in de hoop dat ze me niet zouden vinden. Ik lig op mijn plek. Laat ze maar komen. Rick zit dus ergens in deze mega speeltuin verstopt. En degene die hem als eerste vindt, die wint. 3, 2, 1, let's go! Wow. Hoe gaan we? Wie gaat wat? Ik ga die kant op. Ik der kant. Ja? Nou, dan ga ik die kant op. Oh jongens, verstoppertje met de oma's. Dat scheelde niet veel. Ik word heel erg schieken, vind ik zo onder zit. Niks te zien. Nee? Nee. Oh, en die boot, dat kan ook nog. Ja, Rick, waar ben je? Niks. Niks te zien, jongen. Nee. De ene helft van de omaatjes is aan die kant en de andere helft is aan die kant. En al iets gevonden? Helemaal niks gevonden. Nee? Nee. En toen was het tijd voor de foto. Alle omaatjes, verzamelen hier. De foto. Ah, jasses. Kijk eens. Zo. Moet het hier zien op speeltuin. Dus, waar gaan we naartoe? Het randje van de bos. Die attributen heb ik allemaal al gehad. Die hebben we allemaal gehad. Nee, maar nou heb je een tip gehad met iets van... Ja, maar dat is geen stroef gedaan. Nee, maar dat heb je ook om, hè? Aan de rand zou kunnen. Aan de rand zou kunnen zijn, hè? Ja. Ricky? En nog niks gevonden? Nee. Je moet toch in de struiken zitten, hè? Ja, dat zou je wel denken. Daar staan je struiken. Nee. Nee, daarom. Dames, de toeter gaat. Het toch die hoek. Waar komen we vandaan? Hier. Hier? Hier komt ze dan. Nou, vragen we. Hier. Hier, ik heb hem. Hier. Daar ligt hij. Hey! Ik heb de hoogte. De prijs die jij gewonnen hebt is een echte Glowmovie-struik. Goed zo, wow. Dankjewel, kijk eens. Die kan je mooi aandoen naar de bingo. En voor alle oma's die kijken en die ook graag zo'n trui willen, glowmovies.nl. Ik ga me verstoppen in deze school en straks gaan 10 mensen mij zoeken. Nadat ik de hele school rond was gelopen, had ik eindelijk een verstopplek gevonden. Op de derde verdieping achter de zitzakken. Jesper heeft zich net dus verstopt in deze hele school. En degene die hem als eerste vindt, wint 100 euro aan bol.com shoptegoed. Hey! Maar door het hele schoolgebouw liggen bol.com dozen. Als jullie deze tegenkomen, moeten jullie deze openmaken en dat kan het zoeken makkelijker maken of juist moeilijker. 3, 2, 1, let's go! Oh, daar gaat. Ze zijn van start. 1 grote chaos. Iedereen gaat zelf de kant op. Dit is 1 grote chaos. De kast. Jammer. Jammer. Hey, jongeman. Heb je hem al gevonden? Nee. Ik ben op 2 verdiepingen geweest. Ik ben op 2 verdiepingen geweest. Ja. Ik ben benieuwd of iemand al een bol.com doos gevonden heeft. Ja! 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 We hebben een doos. Hoe is het met deze bril? En met deze bril kijk je dus omlaag, omdat er spiegels in zitten. Ja, kijk een doos. Een wc-bril. Je moet vanaf nu met deze bril om je nek zoektocht voortzetten. Ja, maar ik zie zo toch niks? Dan moet ik zo gaan lopen, gast. Ik moet zo kijken. Heb jij de bril geunlocked? Ja. Heb jij ook een bril gevonden? Ja. Doe in de handen om, vervolgens zoek toch. En is die bril een beetje fijn? Nee. Nee? We moeten deze bril om het zoeken. Dit is hetgene wat je ziet. Het is tijd voor de foto, jongens.
Maar omdat iedereen zo hard aan het zoeken was, had niemand de foto gezien. Hey, no. We mogen de verrekijker gebruiken. Ja! Oh, shit. Ja! Ik ben dus door 5 mensen tegelijkertijd gevonden. Dus jullie mogen samen 100 euro uitzoeken op bol.com. Uiteindelijk hebben ze gekozen voor een voetbal, PlayStation tegoed en ledstrips. Dit zijn 50 mensen en we staan hier bij het trampolinepark van Boas. Hey! Ik heb letterlijk het hele trampolinepark om mezelf te verstoppen. En ik heb wel een zieke plek in gedachten. Zien jullie hier deze glijbaan? Hier kan je letterlijk achter zitten. En hierachter is een geheime ring. Nu ik dus op deze verstopplek zit, kan het spel gaan beginnen. 3, 2, 1, let's go! Chaos, chaos. Somewhere over the rain. Er vliegen hier allemaal mensen op de glijbaan. Maar dit is wel echt een goede plek. Je komt hier echt niet snel. Hey, wat is de tactiek? Wat is de tactiek? Weet ik veel. We kunnen hier helemaal onder. We hebben het gevoel dat er meer mensen onder het park zijn dan op het park nog. Heb je wel gevonden? Nee. Wat is de tactiek eigenlijk? Overal in het donker verstoppen, achter in de hoeken en zo. En jij moet direct zoeken, hè? Echt? Jongens, ik heb hier een microfoon gekregen en hiermee kan ik iedereen toespreken. Dames en heren, Rick hier. Het duurt wel een beetje lang voordat jullie mij gevonden hebben, dus schiet maar lekker op. Hey, jongens, dit is het dames toilet, hè? Dat moet niet. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor mij. Ieder uur van... Shit. Ja! Ik ben gevonden. Breaking news. En hier staat de winnaar dan. En natuurlijk hebben we een hele vette prijs. Geen 100 euro, geen 500 euro, geen 1000 euro. Maar deze wc-rol. Holy shit. Nu is het moment waar jullie allemaal op gewacht hebben. Ik ga in deze tuin gezocht worden door maar liefst 100 kinderen. Dus deze verstoppeling moet wel heel goed worden. Als eerste moet er een gat komen. Nu zit hier dus een diep gat, maar natuurlijk moet er nog wat op. En daarvoor hebben we dit hondenhok. Gaat het een succes worden? Dit gaat zeker een succes worden. Ja, hier zit ik dadelijk onder. Gaat dit lukken? Spinnen? Ja. Yep. Nadat Jesper de spinnen uiteindelijk had weggejaagd, kon hij de verstopplek testen. Doei doei! Ja, op zich. Ik zit er niet bepaald bij, maar het kan wel. En nu is de verstopplek helemaal klaar. Dit zijn dus de 100 kinderen die Jesper dadelijk gaan zoeken. Dit wordt echt chaos. Zet dat al deze mensen dadelijk in de tuin staan. Jongens, heb je een tactiek? Niet allemaal tegelijk, jongens. En degene die Jesper als eerste vindt, wint de Crow Movies verstoppertje trofee. Ik denk serieus dat je binnen 10 seconden gevonden bent. Snap. Ik ben heel benieuwd hoe lang dit gaat duren, maar ik denk niet lang. Want dit zijn echt meer dan 100 kinderen. Oké, het gaat zo beginnen. Run. Oh jongens, het is één grote chaos. Het is begonnen. Oh shit. Oh! Nou, ik heb de eerste 30 seconden al overleefd. Meerdere mensen hadden bij het hondenhok gekeken, maar hadden helemaal niks door. De hele tuin staat vol! Zoals jullie zien, ik denk dat er al meer dan 100 kinderen in de tuin zijn. Oh, oh, nee! Hij is er gevonden! Ik heb hem gevonden! Dat vliegt snel! Na 1 minuut is Jesper al gevonden. En de winnaar van het trofee is... Tijn! Alsjeblieft! Abonneer en doei!